Hallo allemaal en welkom weer bij de volgende video voor de thuisexperience vanuit mijn atelier hier aan huis. En vandaag gaan we, zoals je misschien al kunt raden, poeren. En daarvoor hebben we nodig, uiteraard, deze jongen. Oeps, pouring medium. En we gaan iets bijzonders doen, want we gaan met Ecoline poeren. Dus ik heb hier verschillende kleurtjes Ecoline staan. Ik had ook heel graag met goud willen poeren, maar die had ik niet. Wat ik wel vond was deze. Dat is van de Art Creations Metallic Line Classic Gold. Dus die ga ik gebruiken. En dan wil ik ook nog iets met lijnen gaan doen. Dus ik heb de Effect Liners ook van de Art Creation. De parelgoud, parelzilver en de glittergoud. En ik had met wit willen doen, maar die had ik niet. Dus ook voor de wit heb ik een vervanger gevonden. De Relief Paint van Amsterdam. Een witte. Wat we nog meer nodig hebben zijn bekertjes. Ik ga op hout gieten, dus ik heb gewoon kleine bekertjes. Iets waarmee je kan roeren. Kleine stokjes. Uiteraard handschoenen, als ik ze niet vergeet. En een brander om de luchtbelletjes eruit te halen. En volgens mij heb ik dan alles genoemd. Ja, zo zien we al. Nou, dan kunnen we gaan beginnen. Wat ik nu ineens zie, dat had ik niet van tevoren bedacht, is dat er op die kopje staat precies aangegeven hoeveel milliliter erin zit. Ik weet niet of het voor jullie leesbaar is, maar hier staat 20 milliliter en dit is 40 milliliter. Ik heb de kopjes nu gevuld tot, ja, zeg 30 milliliter. Dus dan heb je een beetje een indicatie welke verhouding ik gebruik. En als je dat erin giet, dan ziet het er zo uit. Ja, je kon het in de fles natuurlijk ook al zien. Het is wit van kleur. Maar het droogt dus transparant op. En ik giet vandaag op hout. En ik vind het wel mooi als dat hout zichtbaar blijft. Dus ik ga niet heel veel kleur toevoegen. En ja, dat is gewoon helemaal aan jezelf. Hoe meer kleur je natuurlijk toevoegt, hoe dekkender het wordt. Moet ik er wel bij zeggen dat we vandaag natuurlijk Ecoline gaan gebruiken. En Ecoline is transparant van zichzelf. Dus als je heel veel Ecoline toevoegt, dan zal dat niet heel veel dekkender gaan worden. Alleen intenser van kleur. Maar stel dat je met acrylverf giet, ja, dan kun je dus zelf eigenlijk bepalen hoe transparant je jouw verf maakt. Ik heb hier nu 4 bekertjes gevuld. En dan ga ik kleur toevoegen. Ik heb hier de 640. En dat doe ik gewoon, ja, wat zal ik doen? 1, 2, 3, 4 drupjes. Ik wil hem mooi transparant houden. Ik wil ook de witte Ecoline gebruiken. En die is qua samenstelling iets anders dan de normale Ecoline. Want hier zit wel iets van een pigment in. Dus die moet je altijd even schudden van tevoren. Dus die zal ook wat dekkender zijn. En die wil ik wel goed dekkend maken, dus daar ga ik iets meer toevoegen. En ik heb al special effect. 2, 3, 4 pipetjes. En datzelfde geldt natuurlijk voor die metallic. Die is natuurlijk veel dekkender dan de Ecoline. Dus die is ook iets dikker. Dus ik moet even kijken hoe het zo meteen met de verhoudingen gaat. Nou. En die laatste die laat ik dus transparant. Dan ga ik deze even mengen voor jullie. Ik ben nu aan het mengen. Wat ik me nu ook nog bedenk is, je hoeft je kleuren natuurlijk niet helemaal te mengen. Je kan best een beetje half gemengd hebben. Dan krijg je zo'n gemarmeleerd effect. Ik weet niet of het goed zichtbaar is op de camera. Maar je kunt je wel voorstellen dat je het niet helemaal roert. Dat je zo'n gemarmeleerd effect krijgt. Ik zal het even, ik weet niet of het bij de Ecoline ook lukt. Maar kijk, je kan natuurlijk ook gewoon zo gieten. Dat er gewoon nog zo'n verschillende kleurtjes in zitten.
Goed, ik ga dus op dit hout gieten. En ik ga hem dus ook transparant maken. Dan heb ik hier een druppel, dus ik ga hem even omdraaien. Dan ga ik dat als onderkant gebruiken, want ik ga hem niet helemaal gieten. Ik ga hem gewoon een gedeelte gieten. Dat leek me wel leuk, dus een keer wat anders. Ja, ik ga maar gewoon beginnen. En als laatste ga ik die transparante gieten. Even met de brander de luchtbelletjes weghalen. Kijk uit voor het hout, want je ziet hem al. Die brandt aan. En dan de handschoenen aan. Je ziet dat ik vier kleine kopjes heb en dat is eigenlijk gewoon nog veel te veel. Er zit nu best wel een dikke laag op en dat is eigenlijk niet nodig. Dus ik ga hem een beetje schuin houden. En voorzichtig eraf laten lopen. Wat ook wel mooi is dat dan die zijkanten mooi meegenomen worden. Hele mooie glimmer van dat goud verf. Oké, ik heb hem even een paar minuutjes laten rusten, zodat hij een beetje uitloopt. Er zit nog een klein luchtbelletje, zie je. Dus die ga ik zo nog even weghalen. Het is natuurlijk nu heel moeilijk te zien welke delen nog transparant zijn en welke niet. Dat kun je eigenlijk pas zien als het helemaal droog is. Maar ik ga in ieder geval even het luchtbelletje weghalen. Zo. En dan ga ik met die effectliners aan de gang. Kijken. En het mooiste is dan om die vormen te volgen die er al in zitten. En juist bij die grote vlakken, zeg maar, om die dan te doorbreken door daar even een lijntje doorheen te zetten. Dan is die niet meer zo... zo aanwezig. En je zou eventueel nog met een satéprikker of zo kun je nog lijnen natuurlijk uitsmeren of verder uitwissen. Dit is trouwens hetzelfde, hè? Dus het witte wat je nu ziet, dat droogt transparant op. Dus dat is zo meteen veel minder zichtbaar. Iets dikker.
Ik ga hem zo laten. Ik vind het wel heel mooi geworden. Er zijn echte stukjes bij die echt heel erg mooi zijn. Ik heb geen idee welke delen nog transparant worden. Dus dat wordt nog een beetje een verrassing. Dus ik zal aan het einde van de video nog een paar foto's toevoegen van het droge werk. Dan heb je een beetje een idee hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Ja. Dan was dit het vanuit mijn thuisatelier voor de home experience.